Het Drentse dorp Zuidlaren is dinsdag het toneel van de 818e editie van de Zuidlarenmarkt. De paardenmarkt is druk bezocht door dagjesmensen en handelaren. Dick Dols reist jaarlijks van Noord-Limburg naar Drenthe, maar neemt geen trailer of geld mee naar de markt. Wat hij hier dan doet? Kijken, leren. Want kopen, dat doet Dols op de paardenmarkt in het Gelderse Hedel. Bang dat de beste paarden dan al verkocht zijn, is hij niet, want er wordt volgens de handelaar maar weinig verkocht. Dat valt reusachtig tegen. De prijzen zijn ook dan duurder. Dat de handel stroeven loopt, wordt bevestigd door de organisatie van de paardenmarkt. Marktmeester Jaap Mellema zegt dat de aanvoer van de paarden ook lager ligt dan vorig jaar. Toen werden 1754 paarden aangevoerd. Dit jaar 1354. Een aantal dat meer in de lijn ligt met de jaren ervoor. Naast paarden zijn ook 22 ezels aangevoerd. En dit dier. Een Sony. Kruising tussen een pony en een zebra. Van Sony zie je bijna jaarlijks wel eentje staan in Zuidlaren. Maar volgens André van der Zouwen is dit exemplaar uniek. De moeder is een Appaloosa en hij is Appaloosa bond gepunt met strepen erin. En dat is gewoon iets unieks. Het is maar eentje van de hele wereld. De handelaar uit Purmerend heeft het dier niet meegenomen om op de markt te verkopen. De aandacht dat het dier genereert en de bekendheid van de Drentse paardenmarkt moet handelaren prikkelen. Mensen zien het over de hele wereld en de Zuidlarenmarkt is toch een hele bekende markt. En ja, wereldwijd komen de mensen vandaan en ja, je ziet het, hij trekt veel bekijks. Dus ja, wie weet zit de nieuwe eigenaar ertussen. Dat kan bij Dick Dols natuurlijk ook gebeuren. Een paard zien die hij absoluut niet wil mislopen. Een trailer heeft hij niet bij zich, maar daar heeft hij wel een oplossing voor. Het kan ook nog zijn dat ik iemand zeg, ga jij daar eens kijken voor mij. Die hier meer de melk te brokkelen heeft. Ik heb hier wel een paar vriendjes zitten. Zuidlaren is de ene laatste paardenmarkt van het jaar. Hedel de allerlaatste. En die wordt jaarlijks elke eerste maandag na 1 november gehouden.